Goed, welkom bij presentatietips, deel 2 voor klas 1. De tweede duidelijke truc, of truc eigenlijk, ding waar je op moet letten, zijn afleidende factoren. In de video 1 hebben jullie waarschijnlijk al gezien dat ik ergens een foutje had gemaakt en deze niet netjes omhoog of plat had liggen en mijn knoopjes niet netjes dicht had zitten. Er zijn altijd mensen die daar heel erg hard geïrriteerd van kunnen raken. En op het moment dat ze daar geïrriteerd aan raken, letten ze niet meer op de rest van je uitleg. Hetzelfde, kijk, deze lag hier nu op mijn schouder. Geen idee wat hij daar deed, maar die leidde ook af. En een volgend punt, wat je hier bijvoorbeeld kunt zien. Deze afleidende factoren die hier staan, volgens mij heb ik hier duidelijk spelfouten in zitten. Dat is ook een heel duidelijk punt om niet in je presentatie te willen hebben. Als je iets in je presentatie doet wat afleidt, dan gaat je hele publiek afgeleid meedoen. Ja, als je nu denkt van, oh, halverwege mijn uitleg, ik moet nog heel even op mijn telefoon iets opzoeken. Dit leidde jullie waarschijnlijk al af. Misschien dat een paar van jullie zelf zo afgeleid waren dat jullie je eigen telefoon erbij pakten en even gingen kijken van, oh, misschien moet ik wel naar dit of dit dingetje gaan kijken. Nooit doen. Probeer de focus op je presentatie te houden door niet per ongeluk domme dingen ertussen te hebben, zoals spelfouten. Of zoals je blaadje per ongeluk te laten vallen en het weer op te moeten rapen. Of je tekst opnieuw te gaan lezen. Goed, dit was deel 2. Dit was een wat kortere.